Dankjewel Huub voor je verhaal en helemaal top. Is al natuurlijk al gewoon de hele tijd in Nederland, hè? Dat is verder natuurlijk geen nieuws, maar gaat nu impact krijgen. Gewoon breed, hoe zie jij de toekomst? Hè? Hoe zie je de toekomst van retail? In het zin dat Amazon een grote partner erbij gaat komen. Ik heb straks hebben Alibaba op de vloer hier bij dit keynote programma. Er zijn dus meerdere partijen gekomen, wat je terecht zelf stelt. Google, hè, dat wordt nu niet over gesproken, maar ja, het is natuurlijk een gigapartij met shopping. Ook een platform. Ja. Ook een platform. Ja, ja. Wat is de impact van al die grote veranderingen, laat ik het breed formuleren, voor de retail, voor de winkelstraat aan de ene kant en voor webwinkels aan de andere kant? Nou kijk, die impact die begint niet per se bij wie dan het platform is, het begint bij het gedrag van de klant. En klanten hebben de neiging om gewoon niet al te veel plaatsen te bezoeken. Ze zijn echt wel favoriete winkels, want als je een enorme vis van aan bent, dan heb je vast wel een viswinkel online waar je naartoe wil. Maar als je ook een keer een hengeltje moet kopen, dan begin je niet op een plek waar het allemaal makkelijk bij elkaar komt. En dat gedrag verandert de wereld. En dat gedrag zorgt ervoor dat platformen groter worden. En dat gedrag is eigenlijk veel groter dan de vraag wie zijn die platformen dan. En ik denk dat je je moet afvragen als ondernemer, waar is mijn plaats dan? En waar wil ik mee in zee gaan? Hoe ga ik me daar in staan houden? En als je niet groot is, ik stel een hele simpele vraag aan mensen. Dan zeg ik van, als je achter je laptop zit, we mogen niet zeggen, want de klanten zitten daar niet, maar als je werkt, zit je wel. Hoe vaak tik je dan www.cognitie? Hoe vaak doe je dat echt? En hoe vaak klik je op een van de 8 dingen die hier al staan? Dat zijn de laatste websites die je bezocht hebt. De meeste mensen herkennen dat ze eigenlijk maar 99% van de tijd die laatste 8 klikken. De laatste keer dat ik keek waren 2,2 miljard websites in de wereld. Dan zijn er 8 vijf klikken. Dat zijn platformen. Dat soort dingen. En wat betekent dat dan voor Nederlandse webwinkels die allemaal zoekende zijn, wat gaan we doen? Dan moeten we ze links en rechts oriënteren. Maar heel veel partijen zitten toch gewoon bij bol.com. Ja. Wat adviseer jij? Moeten we... Ja, nou ja, wat zou wij zeggen? Ik adviseer het jezelf. Ja. Dus, maar ik denk dat je wel serieus moet nadenken waar je staat. Want het is ontegenzeggelijk dat platform dat verkeer gaan aantrekken. Die beweging gaat heel snel, die zien we gaan, het drijft op zijn groei. En het was leuk voor ons, maar het is een marktverschijnsel waar je over moet nadenken. En je moet je dus goed afvragen: ben ik in staat om het verkeer te krijgen en daar te beschermen? Of kan ik een beetje aansluiten bij het platform? De grootste oneerlijkheid komt binnenkort een einde aan. Miljoenen producten die niet voldoen aan Europese normen, die zonder BTW met gesponsord transport het land ingaan. Als je er een boek over zou schrijven, zou niemand het geloven, maar het gebeurt al jaren. Ja. Miljoenen producten. En als het dan misgaat, dan moet BTW betaald worden, is het zorg voor de klant. Ja. Okay, maar ook van hoe eerlijk is een platform? Hoe eerlijk ga je met je data om? Weet je, hoe rechtvaardig is het dat je zelf producten maakt op de data die je daar ziet? Ja, maar dat zou een verhaal zijn natuurlijk, het verhaal natuurlijk over markt, macht en misbruik. Ja, ja. Hè? Dat is het punt wat je natuurlijk als tweede punt aanhaalt. Ja, hè? Ja. En dat kan ons ook raken. Maar ja, weet je, het fenomeen platform, je kunt het niet verbieden, want het ontstaat in elke andere vorm gaat het weer ontstaan. Dat is ook wat klanten zoeken. Je kunt je alleen afvragen, hoe zorg ik als organisatie ervoor, hoe zorg ik als overheid ervoor dat het een fair en level playing field blijft voor alle betrokkenen. Ja. En dat het niet is one ring to rule them all. Hè? Dus dat is niet waar je op uit wil komen. Je wil dat er ruimte blijft voor meer keuze, dat er ruimte blijft voor spelers die iets toevoegen. Ja. Je wil dat er ruimte blijft voor ondernemers in Nederland en België. Ja. En die ruimte blijft er niet als wij ongeremd toestaan dat er spullen zonder BTW, zonder met sponsoring van verzendkosten, zonder enige goedkeuring het land in komen. Nou, dat laatste, daar gaan we natuurlijk straks ook even over hebben in het gesprek, in de volgende keynote met de mensen van Alibaba. Daar is terecht, stel je dat ook, daar is ook al wat aan gedaan, hè, dus dingen veranderen daar wel, maar er is nog veel, staat nog veel te gebeuren. Dan toch nog even terug naar dat level playing field, want daar praten we ook natuurlijk over mensen, over omstandigheden, ja. Over inderdaad. Kijk, jij zegt heel erg concreet, we willen eerlijk zijn, we willen transparant zijn en open zijn. En wij zullen nooit gebruik maken van de data, ja. Hè, van retailers, van brands, om daadwerkelijk vervolgens daarmee onze eigen product. Kun je dat volhouden? Ja. Ja, simpel. Het is een keuze die je maakt. Ja.
En op de dag dat ik het niet volhoud, dan word ik vanzelf afgestraft. Want als ik het hier maar hard genoeg roep, dan moet ik mezelf verplichten om het te doen. Ja. En ik verplicht mijn organisatie om het te doen. En dat doe ik ook bewust, omdat ik erin geloof. Ja. Ik geloof er gewoon in dat als je een alternatief wil zijn, moet je meer bieden. En wat wij meer kunnen bieden, is dat we er zijn.